zoals je kan zien, is een hevige storm. Want hier staat Zuiderzeemuseum overspoeld. Hoor je dat? Overspoeld. Straks zijn we allemaal dood. De zee, de Zuiderzee, de woeste Zuiderzee. Hier kwam al het water vandaan. En dat kwam afgestormd op deze dijken. Hier de brakende dijken. En stroomde het water zo het dorpje binnen. De eerste vraag is, heeft u wel eens een waterrot meegemaakt en hoe was dat? Ik heb hem niet echt zelf bewust meegemaakt, maar ik weet wel, niet die van 1916 natuurlijk, maar wel van 1953 toen Zeeland onder water liep. Dat was een grote waternoodramp. En heel veel mensen zijn er toen ook verdronken en ik was een klein meisje. En toen liep ik naar school en toen zei ik tegen een buurmeisje die ook naar school liep, weet je wat, er is wel iets heel ergs gebeurd in Zeeland. Nee, dat wist ze niet. Ik zeg dat, want het was morgens op de radio. Het is een watersnoodramp. Heel veel mensen verdronken. En dat gebeurde 's nachts ook. En 's middags tenminste, de volgende dag kwamen er bij ons in de laan allemaal legertrucs met allemaal soldaten. En die kwamen kleren ophalen. Dus mijn moeder had ook kleren apart gelegd voor die mensen daar, voor die kinderen. Dat werd opgehaald. Dat herinner ik me. Nou, ik heb wel eens een keer de kraan laten lopen. Dat er een beetje water op de keukenvloer lag. Maar of ik dat nou een ramp kan noemen, nee. Dat valt niet. Nee, dat is ook zo.